Dit is mijn plantje. Het is lieve Lee, dus deze bloempotjes hebben we voor u gemaakt. Ja, is leuk. Ja, we doen eraan mee om elkaar, om met elkaar dichterbij te zijn, elkaar te leren kennen. De leuke dingen vieren, maar het kan ook zijn dat we minder leuke dingen meemaken en dat we elkaar kunnen steunen. Hartstikke lief, dankjewel. Dit zijn voor de lieve leedweken. Dan kunnen de mensen gewoon allemaal laten weten van dat er een actie is en dat we een lieve leedpotje hebben. Ik ben Marina Verschoor. Ik woon sinds juli vorig jaar hier op de Voornshof. Ik ben Radha Gayadin Dasrat. Woon sinds vorig jaar augustus in Voornshof. Hi, ik ben Cheyenne Baldwin. Ik woon vanaf juli vorig jaar. De Kwakstraat. Ja, lieve Leed Voornshof, dat houdt voor mij in en voor ons denk ik in dat we dingen voor elkaar doen. Er spelen heel veel kinderen in de buurt, zo het is heel leuk om te weten wie bij wie hoort. Als er iets aan de hand is, dan kan je zo'n kind aanspreken. Je kan een kind naar huis brengen als iets met zo'n kind gebeurt. En als dan de kinderen meehelpen met planten, leren ze ook weer gelijk van dat een bloem niet zomaar... Ja, dan past het ook wel binnen het budget, de bloembollen. Ja, maar die zijn ook niet zo duur. Niet zo duur, nee. En dan, ik had die aanvraagbriefjes gemaakt die we dan kunnen uitdelen bij die potjes. Hallo, ben jij nu op de speeltuin? Ja, oké, dan kom ik zo even langs. Die hebben op met Burendag lagen deze er ook. En de mensen konden zich gelijk inschrijven. Wat we gaan doen. Ja. Weet je wat? Dit valt minder op. Oké. Misschien iets verder, weet je, iets groter. Samen met Radha hadden we potjes gehaald bij de IKEA. Dus dan kunnen we dat heel makkelijk delen met de hele groep. Voor de Lieve Leedweek hebben we ook een stukje op onze Facebookgroep gezet. Dus kun je de poster vinden. Goedemorgen. Zonder zorgen. Of niet? Het regent, maar... Dus de buienraden zegt dat het zo meteen droog wordt. Hallo! En, het zou watervast moeten zijn. Je moet iets hebben dat die zooi weg kan, want het is gevaarlijk. Goedemorgen iedereen! Ik ga dadelijk dan ga ik langs een deur en dan bel ik aan en dan geef ik een plantje. Nummer 19, want daar zijn echt aardige buren. Ik hoop dat ze er zijn. Een 33 is aan de overkant. Ik vind het echt super leuk. De buren zijn echt zo vriendelijk. De kinderen hebben genoten. Ik denk dat ze het leuk vonden om bij iedereen langs te gaan. Geweldig, leuk. En kinderen zijn heel actief en enthousiast. En ze waren ook blij verrast allemaal. Dus dat was ook wel heel leuk om te zien. Nou, ik zou het echt gewoon doen. Dat is leuk. En de kinderen die hebben het leuk met elkaar. En dan zo kom je de buren tegen. En dan maak je ook kennis met elkaar. Ja, we doen eraan mee om elkaar, om met elkaar dichterbij te zijn, elkaar te leren kennen. Om sinds vorig jaar augustus. Hi.
dit soort dingen heeft ook altijd aanjagers nodig, toch? Ja. En dat zijn jullie. En waarom zijn jullie dan hiermee begonnen? Nou, in ieder geval meer voor de binding. Ja. Van, wat is een les geweest voor de volgende keer? Iets meer structuur met de kinderen. Want ze hebben heel leuk al die potjes gemaakt. Ja. En toen gingen we ze uitdelen. En toen vlogen ze overal heen. Het is terwijl we wachten, groeit deze wijk eigenlijk. Dat is niet te geloven.